Ballistic Brass. Gepresenteerd door Matthias Middelsen en Adrie Berends. Ja, we zijn er weer. Een vakantietje gehad van 2 weken. En de eerste keer in het nieuwe jaar. En ik denk dat ik maar meteen moet zeggen dat wij iedereen de beste wensen wensen. De beste wensen wensen. En ik denk dat... Beste mensen. Aan de allerbeste mensen, inderdaad. Maar het zal vooral voor velen van jullie betekenen een goed muzikaal jaar, denk ik. Natuurlijk ook naast geluk, gezondheid en liefde en al dat soort dingen meer. Wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is. Absoluut. Denk ik dat onze achterban toch ook wel heel erg zit te wachten op een goed muzikaal jaar. Dat, laten we dat hopen in ieder geval. Afgelopen jaar, aan het einde van het jaar, toch nog wel het een en ander aan berichtjes gelezen dat muziekverenigingen ermee stopten of wat dan ook. Ja. Vanwege wat voor reden dan ook. Ik hoop dat dat dit jaar niet doorzet. En natuurlijk ook de moeilijkheid om de jeugd bij de vereniging te houden of te krijgen. Dat zijn natuurlijk wel dingen die iedereen ook binnen de verenigingen bezighoudt. En nou ja, op zich horen we gelukkig ook weer heel veel positieve geluiden. Hè, dat er toch nog heel veel jeugd ook binnenkomt bij verschillende verenigingen. Dus ik denk dat er nog wel heel veel hoop is voor een goed muzikaal jaar 2015. Absoluut. Weet jij al zo leuke dingen die op de planning staan? Voor dit jaar? Ja. Dat wij toch weer een jaar lang hopelijk Ballistic Brass gaan maken. Uiteraard, daar ga ik ook vanuit. En verder, ik bedoel, er zijn nog speciale evenementen die je zo uit je mouw kan schudden? Van... 2015, nee. Nee, ja, je hebt natuurlijk zoals elk jaar de normale evenementen. ODSC, NJF. Schiedam, de NJF. Ja, er zijn een aantal dingen die elk jaar weer terugkomen. De grote tattoos natuurlijk ook. De grote tattoos, niet te vergeten. Hopelijk dit jaar weer Tattoo Leeuwarden. Dat mag ik niet meer zeggen. Hè. Het is tegenwoordig dan het muziek... Nee, hoe was het nou ook weer? Ja, is het niet 1 keer in 2 jaar? Ja. Dat het volgend jaar weer is? Zal het nee, jaar? Het zou afgelopen jaar zijn, maar dat is toen niet doorgegaan vanwege redenen. Maar dan wouden ze proberen om dit jaar weer te doen. Oh, okay. In ieder geval, die zitten natuurlijk hopelijk nog in de fles. En Tattoo Groningen hebben we natuurlijk, Tattoo Delft. Er zijn een heleboel grote tattoos die zeker dit jaar nog gaan komen. Maar ik denk, gezien de muziek op de achtergrond, dat wij eerst even naar een nummertje gaan luisteren. En ik weet nog niet of we hem helemaal gaan luisteren. Maar we gaan in ieder geval een stuk luisteren. Je zegt een nummertje. En als ik dan kijk naar die cd-speler, denk ik van, zo kan je het volgens mij niet noemen, een trilogie. Nee, ja, het is behoorlijk lang toch wel. Ja, maar we gaan even luisteren, joh. Wat ik al zei, we gaan even afwegen of we het hele nummer gaan luisteren. Misschien ook wel, want het is wel een mooi nummer. In ieder geval Kunst en Genoeg uitleiden met de Michael Bublé trilogie. Thank you.
helemaal gedraaid. Ja, weet je, we hebben ook geen track van de week, want daar beginnen we deze week wel weer mee. Alleen we draaien er nog geen eentje. Dus dan kan het ook gewoon een keer, toch? Dat dacht ik ook, de Michael Bublé trilogie. En dat is over van, de track van de week. Oh, je wou nog zeggen, van wie? Ja, nee, van Kunst en Genoeg uit Leiden wou ik zeggen. Maar jij praat er alweer overheen, dus sorry. Laat maar. Sorry, nou ja, hè? Ik heb het nu al gezegd. Ik wou zeggen, wie weet hebben mensen nog een idee om... Kijk, deze trilogie kunnen we natuurlijk niet meer in de track van de week zetten nu voor deze week. Nee. Maar misschien hebben mensen nog wel een idee welke korpsen er tegenover elkaar kunnen komen te staan voor de eerste keer in 2015. En met welk nummer natuurlijk. Ook dat. En mochten we de cd toevallig hier hebben of alleen het nummer of wat dan ook, dan kunnen we die poll op de website gaan zetten en dan kan je daarop gaan stemmen. Even wat anders. Ik was gisteravond bij de nieuwjaarsreceptie. Ja. En van hier. Van de gemeente Oldebroek. Oh, van, ja, oké. Okay. En dat was in Oosterwolde, ja. In de Heert. En er werd ook een meneer van David Oosterwolde, die had er ook heel lang in het bestuur gezeten. Volgens mij wel 25 jaar of iets dergelijks. Die kreeg een erepenning. Alleen wat ik dan wel jammer vond, dat zat ik met de fiets zo te bedenken op de weg hier naartoe. Ik denk van eigenlijk wel jammer dat ze dan niet David laten spelen daar. Hè? Want dan heb je drie mooie korpsen in de gemeente. En ze hebben drie dorpshuizen waar ze wisselend, zeg maar. Drie. Wat? We hebben er meer. Vier korpsen. Ja. Sowieso vier. Vier sowieso, ja. Eendracht, Veles, Concordia en dan David. Ja. En als ik er één vergeten, moet ik even zeggen. Ja, ik zit even na te denken. Ga jij maar even door, anders. Maar ik dacht van nou, voor hetzelfde geld hadden ze ook gewoon David kunnen laten spelen daar. Want op een gegeven moment maakte de burgemeester een opmerking dat David een zeer geweldig korps is. Nou, dat is natuurlijk ook, dat mag gezegd worden. Absoluut. Alleen jammer dat ze dan niet de gelegenheid kregen om hun, ja, muzikale geluid te tonen aan een ieder die er was. Maar wat wel dan wel weer leuk is, is dat zo'n erelid... die nu erelid van de gemeente Oldebroek is, dan ook zo lang bij David Oosterwolde heeft gezeten. Ja. Ik vind dat ook toch even zeggen. Ja, nee, vind ik fijn dat je dat toch even zegt. Ja, voor hetzelfde geld zijn er wel heel veel nieuwjaarsrecepties waar nu natuurlijk van de korpsen, want de VDS heeft een donderdag, hè? Ja. Maar klopt. Er zullen ook genoeg misschien wel gemeentes zijn die zeggen tegen de korps van joh, kom de nieuwjaarsreceptie opluisteren. Ja, waarom ook niet eigenlijk? De Voice of Wezep was er ook. Oh, wie staat? Ja, ik ben niet meer een Wezeper, dus de concurrentie voor haar was wel makkelijker dat zij gekozen werd. Dat snap je natuurlijk. Marloes van Ommen? Oh ja, die ken ik wel. Ja? Ja. Ja, die was er ook. Ja, als ras echte niet meer Wezeper ken ik die nog. Ja. Ja. Maar die zong dus optreden? Ja, schouder aan schouder zong zij. Alleen zonder begeleiding van David. Oké. Okay. Maar wel bij piano. Ik wou zeggen, wel met een ander instrument neem ik aan. Ja, dat klopt. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Ik denk dat wij nog even een muziekje draaien en dan eens even een nieuwsberichtje gaan doen. Ja, deze zag ik weer eens in je koffer zitten. Rhapsody in Green. Ja. Van DVS. Heb ik een goede koffer bij me vandaag? Of, Ik weet niet, ik had nog niet gekeken wat er verder... Ja, ik zag wel wat andere dingen zitten. Maar deze stak er ook uit. Ik denk van, nou, laten we die eens doen, hè? Ja, precies. We gaan voor Across the Field.
Across the Field van DVS uit Katwijk. Leuk nummer. Ja, absoluut. WMC maar eens, hè. Dus, we gaan zo meteen nog naar een ander nummertje van een orkest wat afgelopen zaterdag alweer de nieuwjaarsconcert heeft gehad. Het jaarlijkse nieuwjaarsconcert. En eigenlijk wel jammer, want we hebben nog geen verslagje of zo die we kunnen voorlezen of wat dan ook. Dus ik ben benieuwd, als er nou nog luisteraars zijn die daar geweest zijn, dan laat het even weten via Twitter of zo, @ballisticbrass, hoe het was en dat soort dingen. Maar ik praat dan over Wilhelmina uit Sleeuwijk. En zij hebben een mooie cd gemaakt al een aantal jaar terug weer. 2007. Moet je nagaan, hè? Ja, ook dus, tijd voor een nieuwe volgens mij. Ja, wat mij betreft al wel. En die cd heette toen de tijd Impressions. Nou, op zich terecht. Terecht, absoluut. Ja. We gaan luisteren naar een mars die zij daarop hebben staan. Concertmars om precies te zijn. Met de titel On Wings of Liberty. De beste Rafa Bra muziek bij Ballistic Bars.
Ja, dat was Impression, de CD Impressions, in ieder geval van Wilhelmina uit Sleewijk. On the Wings of Liberty, om precies te zijn het nummer. Heel mooi. Heb jij nog een... Jij had een nieuwsberichtje. Nou ja, ja, we kunnen sowieso noemen. Ja. Tattoo in Deventer. Er kwam net een tweet voorbij van de Stentor. Ja. En die, dat is echt net 10 minuten geleden, dus vers van de pers, hot nieuws, noem maar op, breaking. En die geven aan dat ze op 5 mei, dat daar een tattoo wordt gespeeld in het stadion van... Go Ahead. De Eagles. Ja. Ja. Go Ahead Eagles. Inderdaad. En nu stond er niet bij wat de deelnemers waren, dus ik heb eens even een beetje gegoogeld. Ja, je zou rechercheur moeten worden. Ja, ik zou rechercheur moeten worden op Google. Gewoon. Ja. Dat is heel handig. Nee, maar wat ik in ieder geval tegenkwam is Crescendo op Ende. Gaat er naartoe. Bernard Amersfoort. En... Example uit Empel. Ja. Die drie sowieso. En wie weet nog meer. DOS, hoe heet het ook weer? De Deventer was een soort van swing. Ja, swingband. De Deventer swingband uit Deventer. Dus maar die zullen wel de pauzeprogramma gaan opvullen, denk ik. En eventueel voor de tijd een beetje het publiek opwarmen. Dus wat dat betreft... Ik moet eerlijk zeggen, ik verwacht nog wel een aantal tattoos ook op 5 mei. Het is natuurlijk sowieso altijd een bijzondere dag om tattoos op te houden. Maar ook vanwege de 70-jarige bevrijdingsjaar wat we eigenlijk dit jaar vieren. Ja, hier in Wezep weet ik sowieso, gaat er een tattoo plaatsvinden. Ik weet niet wat de deelnemers worden alleen. Op het WSC-terrein? Ja. Okay. Tenminste, daar ga ik vanuit eigenlijk dat dat WSC is. Maar dat weet ik niet zeker. Okay. Ik weet in ieder geval dat er een bevrijdingstattoo Wezep gaat komen. En daar zullen we vast tegen die tijd nog meer over gaan horen. Allicht. Gok ik. Maar in ieder geval dus ook in Deventer. En volgens mij zullen er vast nog meer komen. Ah, dat denk ik ook wel. Maar je had ook nog een ander nieuwsbericht. Ja, ik had nog een andere, eigenlijk al best oud nieuwsbericht. Maar goed, we zijn er eigenlijk tot die tijd niet aan toegekomen om hem nog een keer te behandelen. Dus bij deze doen we dat alsnog even. Want eind november, hoe oud dit hebben, hè, een dikke maand geleden, hebben ze bij Jubal en Zwolle een nieuw bestuur gekozen. En Jubal Zwolle zat al geruime tijd zonder voorzitter, maar onlangs heeft oud-muzikant Jan Huisman zich kandidaat gesteld voor deze functie. En de leden gunnen hem deze functie van harte en hebben daarom massaal voor hem gestemd als voorzitter. De heer Huisman zegt dan ook: ik ben blij dat ik deze enthousiaste club muzikanten mag sturen naar een hoger niveau. En ze hebben net als ik veel ambitie om het als muziekkorps ver te schoppen. Hij is al enige tijd trouwens ook nauw betrokken bij de vereniging, dus dat scheelt dan ook wel weer. Hoewel, ik vind altijd ook wel, daar zitten ook wel gevaren in natuurlijk, hè, als je nauw betrokken bent. Ja, het ligt er ook aan hoe. Hè? Als je zelf ook nog spelend lid bent, dan... Dan krijg je een soort belangenverstrengeling. Ja, maar dat zal... Hij is nu oud muzikant. En op zich, het voordeel is natuurlijk wel dat je de vereniging kent. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En je weet natuurlijk ook hoe het is om een voorzitter te hebben waar je misschien helemaal niet, die je vereniging niet kent en een hele andere manier heeft van besturen. Ja. Dus ik denk eerlijk gezegd dat er meer voordelen dan nadelen aan zitten. Ik denk dat eigenlijk misschien nog wel het grootste gevaar is dat je een voorzitter treft die de vereniging totaal niet kent. Ja, dat zou ook nog een optie kunnen zijn natuurlijk. Dat hij hem wel kent. Ja. Dat is ook nog een gevaar. Nu moet ik ook wel zeggen, dit bestuur in deze samenstelling zoals hij nu is, wilde wel voor gaan om verder te gaan bouwen met het succesvolle Music Kids programma en de Show Kids opleidingen. En het ontwikkelen van het jeugdkorps Jong Jubal. Dus waar we het net over hadden aan het begin. Hè, de jeugdkorpsen, ze zijn en ze blijven gewoon belangrijk. Want dat is uiteindelijk je toekomst natuurlijk waar je mee werkt. Dus wat dat betreft volgens mij wel een goede zet om... met de jeugd aan de gang te gaan. En daarnaast ondersteunt het bestuur het seniorenkorps in de overstap naar de middenklasse voor de showkorps. Wat zij afgelopen jaar natuurlijk bereikt hebben. Ja. Op het concours in Assen, het ODSC, waar zij een mooi resultaat hebben gehaald. Of was het nou Schiedam? Ik zit even. Nee, dat was Assen, dat weet ik zeker. Dus in ieder geval, ja, het is altijd mooi om te horen dat er weer een voorzitter gevonden is. Want iedereen weet dat er gewoon enorm veel tijd in gaat zitten in zo'n club. En dat is niet alleen in de muziek, maar in alles waar je als voorzitter natuurlijk bij betrokken raakt. Absoluut. En dat is natuurlijk weer mooi dat er iemand voor gevonden is die dat dan ook wil doen. Zullen we eerst nog even een stukje muziek gaan draaien? Ja, lijkt me goed. Heb jij wat? Ik heb zeker wat. Ik heb niet wat. Nou, ik wel.
Het is Rosanna en dan niet van Toto, maar de instrumentale versie van Adest Musica. We'll be right back.
Dat was... ja, welke was het ook alweer? De Groove Academy. Van dezelfde steen? Nee, dat was van een, de Washington Wind, sorry. Ik kan mijn lachen echt niet inhouden met de jas. Nee. Het spijt me. Ja, ja, ik denk dat jij het maar moet vertellen, hè. Heb jij nog een nieuwsbericht? Je had iets van de Kamer, las ik, staan. Ja, maar dat is een hele nieuwsbrief. Daar staat te veel in. Okay. Daar kan ik eigenlijk niks mee. Okay. Dan, we moeten nog een nieuwe track van de week gaan uitzoeken. Dus mocht iemand nog een keer een tip hebben voor ons, geef het even door. Ballistic Brass. Dan kunnen we daar ook een, misschien ja, mee beginnen in het nieuwe jaar. Toch? Ja. Dan moet ik even gaan tellen, want dat is wel leuk van deze CD. Er staan dus geen nummertjes achter. 3, 4, 5. Welke was 6, het dan? 7, 8. Dit is van de CD. Oh, maar ik had nummer 2 klaargezet. Oh, je hebt nummer 2? Oh ja, ik wist niet dat die CD al. Oké. Okay. Ja, nou ja, ik dacht van ik zet hem vast klaar, want jij was druk met andere dingen. Dus, Klopt, dan gaan we luisteren naar Brassband Limburg met de Swashbuckler. We'll be right back.
De nieuwe track van de week. Ik wou zeggen, waar ben jij mee bezig? Ja, ik had die zo op gedaan. Dat werkt ook niet. Nee. Want jij hebt er twee gevonden. Ik heb er twee gevonden. Oh, wou je ze nu al laten horen? Ja, want we hebben nog maar 10 minuten, joh. Dan moet je even draaien. Ik weet niet welk nummer. Dan moet je even kijken. Dan ga ik deze vast draaien. Vind je dat een idee? We kijken wel even. Want die staat al wel klaar. Let op. Yes. Een bekend nummer en volgens mij klinkt deze een beetje soortgelijk. Ja, jullie herkennen ze al, het zijn twee dezelfde nummers en beide getiteld IMS, IMMS Holland, twee keer M. De ene van Show en Drum van Vaak Oranje IJsselmuiden en de ander van Advendo uit Snake. En ja, welke jij kiest, dat laten we aan jou. Je kunt vanaf, ik denk over 5 minuten gaan stemmen op de poll. Ik denk nog minder hoor. Ja? Ja, ik denk als je nou heel even wacht, zeg maar. Ja. Zeg maar ongeveer een minuutje, nog niet eens een minuutje. Ik zeg wel, ik denk even. Een paar seconden, zeg maar. Ja, zeg maar. Even zien. Nou, dan denk ik dat hij er nu op staat, denk ik. Dat zou kunnen. We gaan zo even kijken, maar in ieder geval IMMS Holland. Twee keer. Ja, hij staat erop. Helemaal kijk mooi. Eens. Er kan gestemd worden vanaf nu. Stem op jouw favoriete track. Volgende week draaien we hem. En we gaan nu luisteren naar... Het is wel een heel zomers nummer. Oh, je hebt een nummer klaarstaan. Ja, ik had er een klaar. Oh, maar jij mag ook natuurlijk. Nee, doe jij maar. Dan draaien we die als laatst. Oh ja, top. Dan doen we daarmee de uitzending afsluiten. Ik had namelijk ook een heel zomers nummer. Heel toevallig. Oh, toevallig niet dezelfde, toch? Nee, dat denk ik niet. Oh, nou, laat me horen. Ik had... hoe spreek je dat ook weer uit? Demasiade Corazon. Demasiade Corazon. Iets met je hart. Van Corazon, is dat het hart? Dacht ik, ja. Oh, ik dacht de zon gewoon. Oh, nou, we zoeken het wel even. Maar ja, in ieder geval, Advendo uit Snake. Demasiade Corazon.
hart. Dat was... Demasiado Corazon van Advendo uit Snake. En op de achtergrond hoor je de Copacabana van IJsselmuiden. Oranje. Oranje inderdaad. Oranje IJsselmuiden. Hey, vrienden van Oranje Live, heb jij al kaarten gekocht? Zo, nee. Okay. Jij? Ik ook niet, maar ik dacht van nou, wie weet ben jij benieuwd en ga je er kijken? Ja, ik ben wel benieuwd. Maar je gaat niet kijken? Nou, ik kan niet die dag. Dat weet je nu al? Ja, dat weet ik nu al. Wow, je hebt een verder, ver vooruitlopende agenda. Aha. Ergens in maart, toch? Ja, repetitieschema's, hè. Zijn al bekend. Kijk, helemaal goed. Dus ja. De laatste 2 minuten van onze eerste uitzending in 2015, die tikken alweer weg. En ja, we hebben deze uitzending in ieder geval ook de track van de week weer nieuw leven ingeblazen. Afgelopen 2 weken stond hij even stil, maar hij staat nu weer op de website, de poll althans. Je kunt stemmen. IMMS Holland. Ja, klopt. En ja, van Advendo of van Oranje IJsselmuiden. We hebben ze toevallig alle twee ook gedraaid nu. Ja, en mocht je jouw favoriete track hebben, stem dan direct even. Heb je er nog nieuwsberichten over jouw vereniging, dat er nog een nieuwjaarsreceptie aankomt? En dan moet het natuurlijk wel na volgende week, dus na de 13e januari zijn. Of andere berichten, geef het ons gewoon even door. Of zo. Bijvoorbeeld. Ja. Of ander iets, nieuwe uniformen, cd-presentaties, whatever. App Ballistic Brass via Twitter met een persberichtje of iets dergelijks naar de website. Of anders even een mailtje naar ballisticbrass@hotmail.com. En dan kunnen wij het ook even aanhalen in onze uitzending. En anders dan doen wij het gewoon volgende week weer met de nieuwsberichten die er dan zijn. Ja, inderdaad. En stemmen dus op www.ballisticbrass.nl. En wat ons betreft, tot volgende week. Ja, hoi hoi.